het zelf ervaart. Ja, dat is eigenlijk ook. Ik ben ook best streng voor mezelf. Dus ik vind eigenlijk dat ik elke les niet goed genoeg mijn best. Ja, ik vind ook mijn best en ik ook niet goed genoeg bezig ben, zeg maar. Ja. Terwijl ik vraag hoe bij jullie over. Ja. Maar ik vind het eigenlijk nooit goed wat ik doe. Maar wanneer vind je dan wel goed? Wanneer vind je dan wel goed? Ja, nu vind ik het eigenlijk best goed dat ik begin. Ja, want wat is voor jou je beste dan? Is dat meer aan het woord komen of echt je leerdoel behalen? Ja, gewoon meer aan het woord komen. Ik heb heel snel dat ik denk, nou, ik zeg niks, ik hou me gewoon buiten. Ja. Dus dat is wel belangrijk om als je mezelf laat zien. Dus eigenlijk belangrijk om je leerdoel behalen. Ja, eigenlijk wel. Maar je praat ook iets harder of zo. Ja. Gelukkig maar. Voel je me zekerder nu je de ruimte krijgt, zeg maar? Om wat te zeggen? Ja, ik ben minder zenuwachtig. Normaal zit ik dan helemaal te trillen van shit, wat moet ik nu weer gaan zeggen? Maar ik weet niet, nu voelt het wel gewoon oké. Misschien dat ik ook zelf het woord heb genomen of zo. En dat ik niet weer afhankelijk ben van anderen. Ja. Maar ik merk wel dat ik je nu serieuzer neem nu je zelf het woord neemt dan dat je zelf begint. En als je dat niet doet. Ja, fijn om te horen. Oké, klaar met mij. Ik wil eigenlijk ook wel feedback vragen. De vorige keer zei Nienke dat het vreemd vond dat ik tegen de docent wel best wel veel zei. Durfde te zeggen, maar niet in de groep. En ik wou eigenlijk weten wat andere mensen daarvan vinden. Ja, ik ga er wel op in reageren. Ik had eigenlijk hetzelfde. Vooral de eerste lessen vond ik je echt heel erg verlegen en verhoudend. Maar ook de afgelopen les en deze les weer, ben je heel wat strikter of zo. Je reageert direct. En als je het niet mee eens bent, dan mag je het weten. Zo kwam je over waarvan ik eigenlijk wel versteld stond. De vorige les ook. Ik dacht van, oh, je hebt ook een hele andere kant. En die komt nu meer naar voren. Ja, ik heb meestal meer tijd nodig om dat aan te zien. Maar. Ik moet wel het gevoel hebben dat ik dat wel kan doen. Ja, maar ik denk dat het ook wel goed is. Ik denk dat mensen je dan ook wel serieuzer nemen. Want, en ook meer naar je luisteren. Van, oh, oké, ja, dus ik heb eigenlijk wel gelijk. Weet je. Ik denk dat het wel goed is en dat het wel effectief werkt. En wat maakt het nou dat je nu meer naar voren komt? Of dat je nu meer dingen uitspreekt? Ik ben, zeg maar, in het begin ben ik altijd zo van, ik wil weten, een beetje weten hoe iedereen een beetje overal reageert, weet je. Op een gegeven moment vind ik het makkelijker om te zeggen of ik het ergens niet mee eens ben. Dan voel ik me wat meer op mijn gemak om gewoon mijn stem te laten horen. Is het zo dat je, als je duidelijk praat, of gewoon je mening geeft als je echt... tekst al weet, want ik zag net dat je echt je presentatie op het fragment echt gewoon goed kon vertellen. En ik denk, heb je zo'n beeld bij jou van als ze weet wat ze wil zeggen, als het allemaal heeft gehoord, dan durft ze het ook allemaal te zeggen. En als ze niet echt weet, dan houdt ze het een beetje stil. Ja, dat klopt wel. Daarom heb ik ook als leerder om weer mijn mening te geven, want ik ben meestal in mijn hoofd heel lang bezig om iets te formuleren en dan zeg ik het te laat. Dan heb ik iets in mijn hoofd, maar dan zijn we alweer bij een ander onderwerp gevallen. Dus dan zeg ik het niet meer. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook wel vaak heb, hoor. Alleen, ik ben niet zo heel verlegen dan. Dus, alleen, ja, dus ik herken me wel een beetje wat je zegt. Want ik heb jou eigenlijk nooit echt verlegen gevonden. Misschien alleen de eerste keer, maar dat was dat je het zelf aangaf van, ik vind het niet leuk. Maar als ik je zie bijvoorbeeld tijdens colleges en de vorige keer vooral, toen werd het al helemaal bevestigd van nee, het is helemaal niet dat teruggetrokken stille meisje. Dus ja, ik denk dat het wel pittig in jou zit. Ja. Kan je daar een beetje in vinden? Ja, wel. Ik kan me er wel in vinden. Het klopt wel een beetje. Ik ben niet zozeer verlegen, ik ben meer van ik wil weten hoe iedereen is. Trouwens, ik vond dat jij zei net dat ik het vreemd vond, maar ik vind het zeker niet vreemd. Ik vond meer gewoon af hoe het komt. Dus wat dan komt, ja, wat ik denk. Ja, het zou goed zijn. Ja, nee, misschien heb ik het verkeerd gezegd.
vragen. Je hebt ook terug tot persoon een beetje. En heb jij dan ook zoiets dat je het echt helemaal moet vormen in je hoofd en dan gaat het spreken? Of? Ja, ik heb dat ook echt een beetje in de tong zit, maar het gaat er niet uit. De mond gaat niet open, ik weet niet wat het is. Maar ik hoef niet. Ja, ik denk er wel eerst over na wat ik wil zeggen. Uiteindelijk komt er toch wat anders uit dan wat ik wil zeggen. Dus ik weet niet. Is dat ook de reden waarom je liever niks zegt? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik een beetje, nog steeds een beetje aan het oriënteren ben over hier. Wat, ja, wat nou wel, wat ik wel en niet kan zeggen. Ja, wat eigenlijk mijn plaats is hier. Hoe voel je je goed? Van op zich wel mijn gemak. Maar ik vind het nog steeds eng om. Nou, niet eng per se, maar ik heb wel dat ik van oké, er zijn best wel wat dominante mensen hier in de groep en die praten ook meer. En dan, ja. Je geeft erkend dat je nog in de oriëntatiefase zit en we gaan nadenken nu al een beetje het einde van deze training. Denk je dat je nog uit de oriëntatiefase gaat komen? Bij mij duurt het altijd wel even. Dus ik denk dat ik nog wel. Ik denk dat dat wel te maken heeft met het feit dat je weer in een hele nieuwe groep zit hoor. Want ik heb dat nu ook, dat ik echt zo nog een beetje in die oriëntatiefase zit om te kijken van ja, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen en wat wil ik nu eigenlijk bereiken hier in deze training. En dat komt puur denk ik omdat ik nog niet gewend ben aan deze omgeving en de mensen daarin zeg maar. En ja, andere keren had ik daar minder last van omdat ik de mensen zelf al goed kon en daardoor makkelijker iets uit. Ik wil nog even terug op Nova. Zou je mij negatief feedback durven geven? Ja. Maar? Ja, negatief feedback. Kan ik je feedback geven? Misschien ook hoe je ermee opvoedt, zeg maar. Ja, als je dat ook wilt doen. Dus. Oké, ja. Wij komen best wel hard over. Oké. En dat vind ik een beetje eng. Ja, niet eng per se, maar heb ik echt zo van, ik moet even uitkijken zeg maar, hoe ik mezelf, hoe ik kan gedragen of zo, zeg maar, wat ik zeg. Want ik vind wel fijn dat je dan als iemand het, ja, dat, je hebt best wel sterke mening, wat ik heel goed vind. Ja. Maar, omdat ik, ja, ik ben heel gevoelig en ik kan nog niet zo goed tegen kritiek, dat ik dan een beetje, ja. Je bent een beetje bang dat ik iets over jou ga zeggen. Dat, ja, ja. Deze zitting je wel je leerling behaalt. Ik heb het ook in mijn logboek geschreven. Ik dacht misschien moet ik naast je gaan zitten. Zodat ik jou af en toe kan. Zeg eens wat. Dus dit was dan eigenlijk mijn moment om misschien om te zorgen dat jij iets zegt waar je aan werkt. Dus ik ben helemaal niet zo bitcherig als ik misschien ook kon maken. Ik vind het wel fijn dat je het toch hebt geprobeerd om te zeggen. Sorry als ik. Dus bij deze. Nou, hoe heb je, want steeds in je tekst heb ik zo'n idee dat je een beeld hebt van de groep, dus dat zij een beeld over jou dan hebben. Dus dan, ja, is je de enge mevrouw van de dames van de klas en is een beetje de sociale zin. Ja, een beetje. Hoe ik dat vind? Ja, ervaren of ja, ik denk vind dat er iets over jou. Het kan wel erg vervelend zijn. Want
voordat ik er zo niet overkom. Dan denk ik, ja, misschien moet ik beter mijn best doen, misschien moet ik het anders zeggen. Dan ga je daar wel, ik denk daar dan wel over na. Mag ik maar dat eens zeggen? Want je zegt, ja, ik probeer het best aan die mannen boven te brengen, maar ja, daar kan ik me nou weer niet helemaal in vinden. Dus dan, hoe heet het? Kan je, ja, ik hoor, of dat je bijvoorbeeld ook mijn feedback gaf, ja. Toen was het, zeg maar, heel erg over wat ik fout had gedaan. Waardoor ik niet bijvoorbeeld ook had gezegd van ja, dan krijgt de groep nu niet een slecht beeld over haar. Dus vandaar dat ik me nu, dat ik me er nu in meng, want dan denk ik ja, ik vind ook niet echt dat de manier waarop je feedback geeft altijd, zeg maar, dat je probeert een goed beeld van iemand te schetsen. Maar dat zeg heb jij daar niet van geleerd dan? Ja, maar dat schets jij toch geen goed beeld van mij? Of wat zei je nou? Dat ik het uiterst uit iemand heb. Oh, sorry, ja, daar heb ik het van. Ik heb echt het idee alsof jullie nog niet want net als nu en de vorige keer kwam het telkens ter sprake, ja. Toen gaf jij het aan Desiree en nu wordt het weer ter sprake. Ja, maar het is niet van mijn kant. Nee, maar. Het is meer van Desiree kant en ik had haar vorige week al gevraagd, want hoe je dat uitpraat, toen zei ze nee. En nu komt het dus weer naar voren. Maar het is helemaal niet, nu bedoel ik het helemaal niet, zeg maar. En nu bedoel ik, had ik het gewoon over wat jij net vertelde over jezelf. Ja. En daar wilde ik op inhaken. En niet over het heel dat gesprek, maar gewoon hoe jij dan, zeg maar, op mij, ja, toch, tijdens dat gesprek zelf hebt gedaan. En dan gaat het niet meer over dat gesprek. Want bedoel, dan kan ik nu ook wel, want ik denk, ja, nou ja, goed, dat is gebeurd, ik kan het toch niet meer aan doen. Mm-hmm. Dus ja, dat leer ik zelf altijd wel, maar daarom wilde ik even inhaken. Want dat kreeg ik voor gevoel, zeg maar, toen jij dat net zei. Ja, maar zo, ik bedoel, als ik iets aan iemand vertel, hoe ik dan ook overkom, ik bedoel het nooit met slecht. Oh ja, nee, oké. Dan zeg ik wel veel meer. Maar bij mij komt het meer een beetje over, dat is mijn gevoel, je mag me corrigeren als ik het fout heb, dat je, zeg maar, Nova probeert te helpen, omdat je eigenlijk misschien nu even niet weet hoe jij staat in de groep, en dat je daarmee eigenlijk wil laten zien van, eigenlijk ben ik aardiger dan dat jullie van mij hebben gezien. Nee. Het voelt voor mij als een soort goed praten van dat iets. En ik snap dan niet, ja, mijn vraag is dan, hoe komt het, of van wie denk je gehoord hebben dat, wat je nu zelf een beetje bitch of over kan komen, wie heeft dat tegen jou gezegd, want ik heb dat niet gehoord. Hoe kom je bij dat idee? Misschien van mezelf, niet dat iemand dat tegen me zegt, dat ik dat dan bevestig. Voor mij was Boucha zei vorige keer, je staat al stevig in de zon. Dus, weet je, als ik wat wil zeggen, dan zeg ik dat ook gewoon. En dat kan een, hoe zeg ik dat, karaktereigenschap van zijn van iemand die zo overkomt. Ja, dat heb je dus eigenlijk zelf bedacht. Wat gevoel heb jij dat je zo overkomt? Wat sterk in je schoenen is eigenlijk best wel goed iets, denk ik. Ja, maar wat zie je iemand? Dat woord diva, wat komt er dan bij jou op? Heeft u diva genoemd? Nee, maar... Diva, want je weet er wel, zeg maar, als je dat gevoel krijgt, gewoon dat jij daarmee, dat jij dat hebt ingevuld, dat jij dan een beetje hebt overgehad. Ja. Had je dat misschien beter aan haar kunnen vragen, wat bedoel je daarmee? Nee, maar Nova, die zei van, dat ze een beetje bang is om iets te overnemen, daarom, want... Ik zei wel dus feedback, toch? Weet je wat over de feedback die Boucha vorige week aan... Ja, maar nee, dat zegt...